mensen, daar zijn we weer. Nieuwe review op de PTK. Vandaag staan we, ja, het is niet te geloven, ik ben er nog nooit geweest, maar vandaag staan we in Dordrecht. Ja, ik ben er wel eens geweest, maar niet op de kermis, want ja, die kermis die was niet zo heel erg aantrekkelijk. Hier normaal gesproken een beetje standaard. Maar ze staan op een nieuwe locatie, op de mega rotonde bij Van der Valk in de buurt. Daar wordt flink geketst altijd 's nachts. Dat weet ik wel toevallig. Maar dat geheel terzijde. Daar staat nou de mega kermis, maar het is echt een mega kermis. En wat er allemaal staat ga ik laten zien. Het is niet te geloven mensen, de PTK in Dordrecht. Let's go! Wij starten deze kermis met de Jumbo van Orderman, Jumbo 2. Laten we maar gelijk met de deur in huis vallen, want ja mensen, dit is natuurlijk een hele verandering voor Dordrecht. Maar ja, er zijn natuurlijk meer van dit soort terreinen steeds in Nederland. Er waren natuurlijk al wat vaste kermissen, denk aan Rotterdam waar het al jaren op zo'n terrein staat. Maar het gebeurt steeds meer dat een kermis moet uitwijken naar een buitenterrein, om welke omstandigheden dan ook. Ja, en dat zal qua conditie niet tegenvallen. Maar ja, we gaan toch vandaag zien dat onze Nederlandse kermis niet gemaakt is om op dit soort terreinen te staan. En waarom dat is, ga ik in deze review toch wel proberen te laten zien. De mega slide van Vonk hier. Nou ja, dit soort spelzaken die kunnen natuurlijk wel heel mooi op zo'n terrein. Want dat ziet er allemaal wel goed uit. Het zijn gewoon mooie kantzaken. De Nederlandse kermis die is typerend om zijn binnenstadskermissen. Ja, de binnenstadskermissen die worden vaak op pleinen gezet. Die moeten ook opgesteld worden als pleinen. En typerend zijn dan in Nederland de rondom openzaken. Nou, de B-jubber die we nu zien van Remco Pals is zo'n rondom openzaak. Ja, en op zo'n terrein als hier staat hij niet als rondom openzaak. Je kijkt hier dus tegen de achterkant aan van een volgende zaak. En dat maakt het lelijk op dit soort pleinen. Dus is de Nederlandse kermis niet klaar voor op dit soort terreinen kermissen neer te zetten. En ga dat hier in Dordrecht helaas vandaag vaker zien. In Duitsland gebeurt het wel vaker als op dit soort terreinen staan. Heel vaak zelfs. En daar staan dit soort zaken, dit soort jumpers, staan altijd met achterwand erbij. Zodat ze niet de achterkant van de volgende zaak kunnen zien. En zo staat het daar netter als hier in Nederland. De skibalmafia daar. En hier kan je lekker kijken op. En neer. En op. En neer. De trampoline. Roede Parian hier als glaasdorp slash funhouse van Punt Sloot. Een van de betere glaasdorpen van Nederland, al zeg ik het zelf. En er is natuurlijk maar één mening die er echt toe doet en dat is de mening van mij. Met een mooi waterparcours ervoor. En een brilletje om het beter te kunnen zien binnen. Tegenover Roede Parian weer een rondom openzaak. Dat is de Europe Flyer. Die hier wel storing heeft van Bax is deze. Dat is niet de Baxshop. Tot nog even een shotje van de Europe mensen. Je ziet hem draaien, schitterend ziet dat eruit hè. Oh, ik vind het zo prachtig. Vorige wel bij AK Rides. Oh, ja, ja, ja. Autorijden kan je hier als kleinkind al leren op de kermis. Zo kan dat dus hier. In de miniscooter. Dordrecht heeft verschillende topzaken dit jaar binnen weten te halen. Een van die topzaken is de Energizer van Niek Monen. Dit jaar nieuw in Nederland. Echt een topzaak om te doen, heb ik nog nooit gedaan. Doe hem eens een keertje. Hij is soepel, hij is lekker en hij is soms extreem, weet je. Aan de achterkant van de Energizer is tegenwoordig een frame te zien. Ja, iets met een achterwand, maar hoe het precies zit weet ik nog niet. Ik zal niet binnenkomen bij de redactie. Onze Jarno weet maar weer het halve verhaal natuurlijk, want die is zo slecht de laatste tijd. Dus we moeten nog even afwachten. Ik zal hem zo meteen even nog een beetje beter laten zien, dat frame. Maar eerst kijk nog even hoe hier lekker gerold wordt.
Als spookhuis Triller van Lemmerman, 3 etage hoog spookhuis en het hoogste spookhuis die wij hier in Nederland hebben. En ook een van de beste spookhuizen die wij hier in Nederland kennen. En ziet u daar het grootste spook lopen? Ja, dat is mensen, dat is het grootste spook van Nederland. Die staat hier gewoon bij Triller hoor. Heb jij het wel eens meegemaakt dat je op een, bij een kermisattractie kon liggen op een bedje? Nou, dat kan hier bij de Star Wars. Namelijk, zo je gaat op een bedje liggen. Als tasje gaat draaien door de centrifugerende kracht word je naar buiten gedouwd. Niet alleen naar buiten, maar ook naar boven. Ja, dat is niet te geloven. Dat is hier allemaal bij de Star Wars Vastwinkels. Naast de Triller dan, de kamelenrace. Ook niet onbelangrijk op een kermis als deze. En daar Vietnamese lumpia's. Ja, dat heb ik nooit begrepen op een kermis. Maar goed, dat kan zo wel aan mij liggen. Time Machine in de coaster van Buwalda als muisbaan met overbanked bocht. Kijk, die ga je nou zien. Kijk eens even, schitterend. Moulin Rouge zonder lekkere danseressen. Maar goed, die zullen misschien nog wel eens een keer komen. En daarnaast, zo komen we nooit tegen. En zo komen we weer tegen. De Body Shake van de voor. Ja, ik ga het weer zeggen. Het is een mooi kleurrijk wippie, mensen. Hey, Raymond. Een kleurrijk wippie qua paintings. Frankie's farm is dit, mensen. Die lekker altijd bezig met schapen en geiten en vergens. Ik eet ze liever op. En dat is natuurlijk hotsie, botsie, botsie voor iedereen. En voor iedereen, dan zeg ik ook echt iedereen. Kijk eens eventjes. Nou, die hebben nou een zin, hoor. Kijk eens, kermisgeboorte. Oh, het mag wat kosten deze ronde, mensen. Alle bekende Nederlanders zitten erin. Kijk eens, de Edwin Evers van de podcast. Die rijdt er ook gewoon rond. Die is echt niet te geloven. Dit is echt een rondje waar je zuinig op moet zijn, hoor. Ja, ik had het erover. Topzaak hier in Dordrecht dit jaar. En ook deze mag dan weer op de lijst toegevoegd worden. Ja, wat is die organisator blij hier met al die topzaken, hè? Ja, dat laat ze ook zien op TikTok en op Instagram. Zie je wel van die filmpjes die langskomen. Promotiemateriaal. Maar ik zal even zeggen tegen de organisatie. Er is maar één stukje promotiemateriaal en dat is de PvdA, mensen. Het is de Beast van Reinders als Movic 18 hier. 24! Dan zei ik nou 18? Ja, ik kan niet meer tellen, mensen. Met dikke muziek. Lekkere shows erbij. Ja, dat vind ik zeker oké. En goede ritten, want die hebben wij in Rotterdam zeker gekregen hier bij de Beast. Goede ritten. Een zaak waar we in Nederland blij mee mogen zijn en trots op mogen zijn. Een zaak die de Nederlandse kermis omhoog trekt. Er zijn er natuurlijk wel meer, maar dit is er zeker één van. Yes. Okay. Ja, mensen, ik blijf het lastig vinden, mensen. Hier gaan mijn piemeltje wel van overeind, hoor. Ik hoop ook dat hij zo zijn best blijft doen met de shows, want dit zou wel eens een kans hebben kunnen zijn. Dan toch voor de beste showprijs, mensen. Ja, dat heb je niet van mij, maar dat zou wel eens kunnen. De mega booster, ja, hoorde ik net ook uit een jingle komen, van Stoelke, al jaren vaste gast hier in Dordrecht. Dus de Dordrechtenaren, die weten niet beter. Want Bakker stond hier al jaren met deze booster. Zo, hij gaat er een keer gas geven, mensen. Ik weet niet waar overkomt, ik kan er bijna niet bij houden. Het is een Fabri booster. Best wel bijzonder is de soort, want hij is namelijk lager als de normale Fabri boosters, maar hoger als bijvoorbeeld een Bomber. En dit is ook het enige exemplaar die op deze manier uit de fabriek is komen rollen.
Wanneer hier het beste funhouse in zijn formaat van Nederland, de Snowparty van Cameron. Ja, dit is echt een schitterend ding, mensen. Binnenkort staat hij weer op de mooiste kermis van Nederland. Dan heb ik het niet over Tilburg. Dan heb ik het over mega kermis. Groes staat hier gewoon. Ja, dit is echt een heel goed ding. Impact, Hanus, Street Fighter, gebouwd bij Technical Park. Dylan, daar is hij weer hoor. Ja, ja. De Fantasy Appel van Buwalda. De grote familieafbaan van Buwalda. Oh ja, ze hebben er maar één meer trouwens. Het is de tweede achtbaan die we vandaag tegenkomen van Buwalda dus, hè. Al was die andere eigenlijk geen achtbaan, maar een coaster, zeg maar. Een testkopje thee. Oh, schitterend, hè. Ik kan zo volkszanger worden. De breakdance nummer 1, part 2 van Hoefnagels hier. Ja, dat doen ze dan weer wel goed. Normaal gesproken staat er heel veel nummer 3 breakdance op de nee als kern is. Hoefnagels heeft ook een nummer 3 breakdance. Maar hier in Dordrecht hebben ze op deze locatie gekozen voor de nummer 1 breakdance. En dat doen ze natuurlijk wel goed. Een breakdance met achterhand. Echter had ik er misschien voor gekozen om de breakdance te wisselen met de Energizer. Reden achterwand. Ja, en die breakdance van Hoefnagels die we niet heel veel meer tegenkomen hoor. Dat is toch wel eigenlijk jammer dat je die niet zo vaak meer tegenkomt hier op de kermis in Nederland. Laatst kwam nog eens kijken, toevallig in Soest. Ik was eigenlijk niet van plan daar naartoe te gaan, maar toen stond hij daar toevallig en ik moest er toevallig toch even naartoe. Maar nu hier weer eens lekker in Dordrecht, hè. Nog één straat te gaan voor Raymond, niet de onbelangrijkste, met het Poppetje Salon. En daarnaast de biertent. Kijk eens hoe mega groot dat is. Vanavond ga ik hier optreden, hoor. Oh nee, daar is mijn podium natuurlijk. Daarnaast, mensen, ja, kijk, nieuw uit de fabriek. Ik ruik nog dat hij nieuw is, want hij ruikt gewoon naar een soort van nieuwe auto. Het is het reusrad van Buwalda op zijn première kermis. Bon Voyage. Och, dat klinkt toch altijd weer, ja, heel chic te friemel, hè. En van voor het nieuwe reusrad van Buwalda beëindigen we deze review natuurlijk van fantastische kermis hier in Dordrecht. En qua aanbod was het natuurlijk ook echt een fantastische kermis. Want er staat echt van voor iedereen wat wils veel goede topzaken. Zoals de Beast, zoals de Energizer, zoals Time Machine, de Coaster en dit fantastische reusrad. Zijn echt topzaken van Nederland en dat hebben ze toch maar even te binnen te halen hier in Dordrecht. Dus wat dat betreft doen ze het goed. De opstelling, daar ben ik het niet helemaal mee eens, maar ik vind gewoon de infrastructuur van de Nederlandse kermis is niet geschikt voor een kermis op dit terrein. Wat zijn ze hier allemaal aan het doen? Ik vind dat meer voor een binnenstadskermis, echt met rondom open zaken, moet je geen kanszaken van maken. En ik vind wel dat dat het geval is. Wat zijn allemaal fans hier. Oh, ja, wat een goede foto, hè. Dus dat, beste show. Komt-ie, mensen. Beste show, die gaat uit naar The Beast. Ik moet je zeggen, qua show viel het ontzettend tegen hier in Dordrecht. Eigenlijk alleen The Beast was een beetje noemenswaardig qua show. En voor de rest was eigenlijk allemaal een beetje leuk, de jingles hier. Fantastisch. Voor de rest was het allemaal een beetje minimaal. Heel erg minimaal. Abonneer op dit kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Volg natuurlijk ook even de podcast op jouw favoriete podcastplatform. De enige kermispodcast ter wereld. Met hele interessante informatie en hele leuke gesprekken. En dan zie ik je graag weer terug op een volgende video. Dat wordt een Franse video. Nou, dat is fantastisch, hè. Doe het ook, joh.